Belangrijkste is goed slapen, goed rusten en je dagen goed indelen. En als er soms is kracht trainen en af en toe is het in de middagtraining. Stimmen. En wat weet jij nou van je tegenstander Ibrahim El Boussaïd? Ik weet dat hij een goede tegenstander is. En, wat vind je een goede tegenstander? Ik heb eerlijk gezegd, ik ken hem erover, maar hij is wel een goede tegenstander. Dus daarom train ik. Ik train sowieso voor iedereen. Dus er was niet iets waarvan je dacht, hey, dat weet ik van hem, daar ga ik op trainen? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik train voor iedere tegenstander en ik onderschat niemand. En iedereen is goed. Zodra als we erin zijn, praten we verder. Sowieso. Helder. Hebben we het nu even over jouw tegenstander gehad? Als we het even over jou weer hebben. Wat maakt jou nou een sterke vechter? Ik zeg eerlijk, wat mij sterk maakt, misschien niet kan. En wat betekent dat? Dat je iets meer je visie pakt of zo? Wat? Ja, gewoon goed zo. Af en toe knallen. Kijken welke tegenstander het is. Sommige tegenstander moet je juist vooruit krijgen, sommige achteruit, sommige allebei een beetje. En zo speel ik eigenlijk die wedstrijden. Ten slotte, wat is nou voor jou het eindresultaat waar jij straks echt blij mee kan zijn? En ten slotte, wat is nou voor jou het maximale eindresultaat wat jij vanavond kan halen? Een hele mooie, prachtige, zeer adembenemende, mooie, prachtige... Dus geen, niet iets spannend de KO, dat niet dan. En nou, ik zeg eerlijk, als je erin zit, waarom niet? Heel veel succes! Dank je wel.
einde tweede ronde. Ja, dames en heren, van Kalmar voor de vierde ronde.
Help ons weg. Vuilig de laatste ronde van deze partij. En wij hebben een winnaar. En de winnaar van deze partij, hij komt uit de Rode Hoek.